Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Ik bedoel niet van de Minecraft Survival, maar van de Survival Games serie. Ja, de webcam staat nu daar zo. Eerst stond hij daar. Daar zie je me nu een beetje van de zijkant, maar het licht is volgens mij wel iets beter zo. Dus laten we hopen dat jullie me nu wel een beetje kunnen zien. Sorry dat er weer geen tutorial of Minecraft Survival is, maar ik heb het gewoon echt heel druk met dingen met school. Ik moet namelijk dingen regelen voor de studiekeuze. Dus van wat voor vervolgstudie ik wil gaan doen. En dat is gewoon echt heel veel werk eigenlijk. Dus vandaar dat ik niet heel veel tijd heb om te recorden. Daardoor is de video ook te laat. Ja, officieel, hij kan nog op tijd komen, maar dan moet ik hem 5 minuten gaan maken. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon lekker 20 minuten spelen en dan is de video me iets te laat. Even mijn telefoon opzij. We gaan beginnen. Oké. Okay. Oh, iron sword, yes. Oké, ik heb best wel goede spullen. Ik ga snel weg. Oh, ik heb ook al gelijk een boog. Dat is ook wel nice eigenlijk. Oké, het knielt achter me. Oké, we zijn best netjes bezig. Oké, gaan we hier maar even de boom in. Ik had vanmorgen ook al heel eventjes zitten spelen en toen verloor ik echt achter elkaar door. Dus hopelijk is dat, gaat het nu iets beter. Anders zou dat wel, wel jammer zijn. Maar vast wel. Ik heb in ieder geval een goed begin nu, dus dat scheelt al. Oh, golden apple, nice. Ik ben eigenlijk altijd veel te zuinig. Oh, daar zag ik volgens mij iemand lopen. Ik ben eigenlijk altijd veel te zuinig met mijn golden apples. Ik gebruik ze nooit, alleen in de deathmatch gebruik ik ze. Ik zou ze vaak moeten gebruiken. Zoals deze gast, die heeft goede spullen. Vallen wel, hij heeft misschien niet al te goed zwoord, maar. Kijk, zoals nu is het achteraf zonder dat ik hem heb gebruikt, die apple. Maar ik heb gewoon vaak moeite met inschatten met wanneer moet ik nou wel of wanneer niet gebruiken. Oké, laten we even naar beneden gaan, want zijn spullen liggen er nog als het goed is. En er zitten daar boven in die bomen toch geen kist meer. En dat is zonde van mijn leven. Oké. Kijk, hij had ook een golden apple. Of zij. Die heb ik niet nodig. Maar ik neem ze toch maar liever even mee. Diegene verder nog spullen? Oh ja, leggings zijn iets beter dan. Chains iets beter dan gold. Veel mensen weten het niet. Maar het scheelt ook niet heel veel, maar wel een klein beetje. En ieder klein beetje is het waard. Oké. Okay. Meestal zitten in dit gebied al veel mensen, dus we gaan gewoon hierheen. Want ik heb nu wel de spullen waarmee ik wat mensen aan kan. En hopelijk krijgen we dan wat lapis dat we kunnen enchanten. Oh, daar is iemand. Ik dacht heel veel dat ze een diamond chestplate had, maar het is gewoon haar skin. Ze heeft trouwens echt heel slechte spullen. En er is best wel veel lag. Of die andere heeft slechte internetverbinding, of ik om een of andere reden. Even kijken hoor. Oh, er zat er nog een golden apple bij zich. Verder nog spullen. Nope, niet echt. Oh, er is hield gewoon in één keer geliefd. Ik had trouwens laatste keer in survival games iemand die combat mocht. Dat is echt super irritant. Dan krijg je niet zijn spullen, maar hij zelf heeft er niks aan. Of misschien dat eigenlijk diegene dan zijn spullen kan houden. Ik bedoel zijn stats kan houden. Dat hij niet als dead gezien wordt. Maar alsnog vind ik het heel flauw. Hopelijk hebben jullie trouwens niet vol last van het vliegtuig geleid, want het raam zit open voor de beste belichting voor mijn facecam. Al kan ik ook gewoon mijn gordijn een beetje open doen. Maar een beetje frisse lucht is ook altijd wel lekker, vind ik. Oké, deathmatch gaat beginnen. Oeh,
Oeh, die heeft goede spullen. Wat voor soort heeft hij? Oh, een speed potion in ieder geval. Oké, ik heb wel een beter wapen, maar ik denk niet dat ik dit ga redden. Oké, toch wel. En nu heb ik weer full health. Die andere ga Deze gast kan ik wel aan. Yay, ik heb gewonnen. GG. Oh, en ik heb een cubelet gekregen. Daarmee kan je coole dingetjes krijgen in de lobby. Zoals bijvoorbeeld dit armor, deze helm en de waterparticles. Dus laten we kijken wat we krijgen. Dit is iemand anders, die heeft een apple head gevonden. Oké, nu ga ik er een openen. Heb je ook op mijn neus de hele tijd. Oh, een goofje. Die is best wel cool op zich, alleen hij is niet echt zeldzaam zo. Oh, desert. Oké. Ik irriteer me echt aan alle vliegtuigen. En of het is voor jullie echt super irritant gewoon dat jullie het vliegtuig horen. Of het is voor jullie heel irritant dat ik de hele tijd zit te praten over vliegtuigen. Want jullie zoiets hebben van nou, we horen toch niks. Dus ik zal erover ophouden. Maar in ieder geval, mijn excuses. Ik zal proberen de volgende keer mijn raam dicht te doen dan. Zorg gewoon voor betere belichting. Maar ik heb niet veel tijd. Zoals ik eerder ook al zei. Oké, we hebben best wel goede spullen eigenlijk voor deze map in het begin. Want vaak heb je in het begin nog niet echt goede spullen, omdat. Hoe heet het? Omdat er heel weinig kisten zijn eigenlijk in het begin. Oké, waarom kan deze gast zo heel snel kisten openen? Het ziet eruit alsof hij heks heeft of zo. Of misschien toch niet, want anders zou hij hem wel geslagen hebben. Nee. Had ik hem. Oké, ja, ik had het nog gekild, maar de spullen liggen daar ergens. Ik ga zo even daarin om zijn spullen te pakken, want volgens mij had hij een Iron Sword en die wil ik eigenlijk ook wel hebben. Als je niet weet waar het over gaat, dan klinkt dat best wel jaloers. Zo van, ja, dat wil ik ook hebben. Stiekem ben ik ook gewoon heel jaloers. Oh nee, iemand anders pakt de spullen waarschijnlijk nu. Kijken. Ja, iemand anders heeft die spullen zitten graaien. Daar kan je niet zomaar mee wegkomen. Oh, hij heeft een Iron Sword. Oké. Niemand om me heen? Nee. Speed potions, ook altijd nice. Oké, ik zit echt in opperste concentratie. Oh nee. Nee. Oh yes, oké, dat was. Daar had ik best wel heel veel geluk, want ik dacht even dat het mis zou gaan. Oké, boog. Nog mensen om me heen? Nee, oké. Dat was spannend. Dat klonk echt heel sarcastisch volgens mij. Oké, ik heb nu het lapis. Nog meer spullen die ik wil hebben? Nou, oké, ik ga lekker enchanten. Dan, oh, deze gast heeft, niet echt geluk gehad, blijkbaar. Of hij weet gewoon totaal geen kisten te vinden. Oh nee, daardoor start deathmatch al. Dan kan ik niet meer enchanten. Dat spel. Kijk, deze carrot heeft flame. Maar ik bedoel fire aspect. Maar ik eet hem op omdat ik het echt zo'n slecht iets vind. Je hebt er echt helemaal niks aan. Neem alvast een potion dan. Nee, oké, ik ga toch niet meer naar het enchanten. Oké,
Oké. Deze eten we. Of drinken we. Deze. Oké, die gast vlucht. Ik kan echt niet tegen als van die mensen hier zo gaan vluchten. Logde die nou uit? Oh nee, TP de weg met de Enderpearl. Oké, ik heb niet zo heel veel geld. Had ik eigenlijk nog golden apples? Nee, oké. Balen. Waar is die gast heen gegaan? Oké, hij is al daar. Is mijn speed op zo? Nee. Oké. Oké, als die twee nou even gaan vechten. Als die gast nou in zijn rug aanvalt of zo. Even eten. Ik vind het wel een goede deathmatch trouwens. Vaak heb je niet zulke goede deathmatches. Snel. Oké, yes. Yes, GG. Oké, ik heb al 2 potjes gewonnen dit keer. 2 al. Oh, dit gaat goed. Ik heb zoveel meer geluk dan vanochtend. Oké, Candy. Die hebben we nog niet gedaan deze aflevering. Laat trouwens ook weten of je het erg vervelend vindt als mijn facecam zo aan de zijkant staat. Want ik vind het vaak zelf fijner als de facecam gewoon recht hier zo staat. Zeg maar, dat je de rechte persoon aan kunt kijken. Maar als jullie dit fijn vinden, dan heb ik liever dit. Want dit is gewoon minder moeite met te regelen hoe ik er goed uitzie, zeg maar, met belichting. Ook al ben ik nu ook heel erg overbelicht. Het komt door de achtergrond. Want als ik bijvoorbeeld licht achtergrond heb, zoals nu, dan ben ik heel licht. Maar als ik... Oké, dat is een heel slecht begin. Maar als ik in ieder geval een lichte achtergrond heb op mijn PC, dan ben ik wel goed te zien. Of dan ben ik juist overbelicht en anders ben ik juist onderbelicht. Oké, ik snap niet waarom ik dat flesje oppakte. Niemand achter me, oké. Deze is beter. Ik vind Vampire echt zo chill als kid gewoon. Dat je geen last ervan hebt dat iemand je aanvalt. Dat je dan heel zwak bent en dat je dan wordt gekillt door iemand. Oké, zoals dat zeg maar. Dat die twee aan het vechten zijn en dan dat er gewoon een derde aankomt en tik 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 en je bent dood. Ik heb wel heel veel arrows al volgens mij. Laten we gaan enchanten dan maar. En even die gast killen natuurlijk. Easy kill. Oké, hij had geen spullen verder. Ja, dan gaan we enchanten. Oké, die gast heeft een diamond sword volgens mij. Oké, hij gaat daar naar beneden. Dat vind ik wel best. Sharpness. Oké. Power. Oh, ik dacht heel veel dat ik hem al zag. Want waarschijnlijk komt hij wel naar boven. Een breking heb ik niks aan, dan maar een helm. Protection. Ik
Ik wil beter een chance om mijn leggings. Verder vond ik 2 op zich ook wel oké. Okay. Oh, ik heb geen lapis meer. Kijk, zoals hier zijn er nu 2 mensen aan het vechten. En dan maak ik het snel af. Ja, kijk dat. Het is heel lullig eigenlijk, maar het is wel een heel goede strategie. Oké. Okay. Deze zijn beter voor in een deathmatch. Oké. Okay. Voor deathmatch ga ik deze doen, want in een deathmatch zou ik waarschijnlijk niet zo heel veel hebben aan. Wacht. Zet ook projectile protection op. Oké, okay, dan zijn ze. Nou, ik doe toch mijn iron dingen staan. En ik heb geen full voedsel. GG. Dat is al een derde win. Yes, ik ga echt goed vandaag. Oké, doen we nog 1 ronde om het af te sluiten. Hopelijk winnen we die ook. Dan zijn we echt helemaal goed bezig. Oké, welke map is er? Ik heb geen synesthesies. Ik wil eigenlijk. Ja, ik wou het zeggen. Ik wil eigenlijk het liefst Village. En toen komt Village. Want Village vind ik ook al een leuke map. En denk ook dat we een redelijke winkans hebben. Oh nee, teamers. Ik heb zo'n hekel aan teamers. Ook al team ik zelf ook wel eens. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Alleen ik team vaak niet met gewoon random mensen hier vandaan, want die kan je echt niet vertrouwen. Als je team dan met iemand die je kent en ga skypen terwijl je teamt, dan weet je tenminste zeker dat je diegene kan vertrouwen en. Nou ja, dan weet je toch nog niet zeker dat je. Oh, ik ga wel de verkeerde kant op. Dan weet je nog niet zeker dat je diegene kan vertrouwen, maar dan kan je in ieder geval goed communiceren met elkaar. Wat best wel belangrijk is. En ik moet echt een beter wapen vinden dan deze axe. Even kijken. Oké. Ik heb in ieder geval nu een zwoord, die is al een stuk beter. Oh, ik wil stone sword. Als ik dit kan killen. Nee. Oh yes, oké, dat was best wel close. Te close eigenlijk. De spanning zit er wel goed in eigenlijk vandaag. Oh nice, Iron Sword. En dan nu kunnen we daar zo gaan enchanten. Dan zitten we helemaal goed. Als we in ieder geval lapis kunnen vinden. Want levels hebben we al. Dus dat scheelt al. Hadden we een boog? Nee, oké. Okay. Zo te zien zit er niemand er binnen. Dus ik kan rustig aan doen. Oké, okay, ik ga eerst even hier nog wat kisten loot voordat ik daar naar binnen ga. Dan heb ik een grotere kans dat ik lapis heb. Ik pak gewoon alles uit die kisten. Ook gedeeltelijk om ervoor te zorgen dat anderen het niet kunnen hebben. Wow, nu al deathmatch? Oké, okay, waarschijnlijk hebben dan andere mensen ook nog geen goede spullen. Oh, hier ligt die helm. Ik wil het echt winnen. Dan heb ik gewoon 4 keer gewonnen in 1 aflevering. Oké, okay, geen bijzondere spullen daar. Oké, okay, deze gast ziet er gevaarlijk uit. En hij ziet er een beetje uit als een hacker.
Yes, 4 keer gewonnen. 4 keer. Niet zo, 4 keer. Oh yes, dat voelt goed. En ik heb nog een cubelet, die gaan we ook gelijk openen. Even kijken hoor, hier zo was dat. Wat zit erin? Melonhead. Oké, daar heb ik echt een hekel aan. Maakt niet uit. Ik heb 4 keer gewonnen vandaag. Oh, ik ging echt goed. Oké, maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Laat even een reactie achter met of je liever de facecam gewoon hier zo wil of daar zo. Voor mij is dit veel makkelijker. Maar ja, als jullie echt heel graag daar zo hebben, dan zeg maar, dan hebben jullie ongeveer dit beeld. Daar is, ben ik over het algemeen minder goed belicht. Dus dit is een stuk makkelijker voor mij. Dus laat even weten wat je liever hebt. En laat ook een like achter. Dat wordt zeker gewaardeerd. Nu kan ik ook zo naar mij liken. Voelt altijd goed. En vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat niet gedaan hebt. Dan word je 2 keer per week krijg je een nieuwe video van mij in Subbox. En dan zie ik je later. Doei!